Wie heeft hem niet gezien? De film The Titanic. Het is een van de meest succesvolle en bekroonde films ooit. En ook de musical variant in het buitenland was een grote hit. Nu komt hij ook bij ons op de planken. Hans, je gelooft in een zinkend schip. Ja, maar ga ik meteen vertellen dat dit nummer zit niet in de musical. Ach. En het verhaal is ook op grote punten anders. En ik vind zelf dat de musical interessanter is, want dat is gebaseerd op de waargebeurde feiten. Het was destijds de eerste keer dat zo'n groot schip, zo'n groot cruiseschip, zo'n lange tocht ging maken. Dus alle belangrijke families in Amerika wilden daar uit prestige op zitten. En in de musical wordt dat verhaal van die mensen, hoe die ten onder gaan. Kijk, een vliegtuig, dat is verschrikkelijk, maar dat duurt 2 minuten. Zo'n schip, dat duurt uren. Dus hoe mensen dat ervaren, dat je toch voelt, het einde is dan bij of het verdrinkt. Wat er gebeurt die uren, daar gaat die musical over. En dat tuned heel erg in op al die interessante personages. Oké, want Jack en Rose, zoals we ze net zagen, die gaan we dan dus niet zien. Nee, er zitten wel jonge liefdeskoppels in. Ook een meisje wat zwanger is met een vriend, allemaal verschrikkelijk. Maar ook een oud echtpaar die elkaars hand pakken en zeggen, we gaan samen ten onder. Ja, waarom wilden jullie nou zo graag deze musical maken? Nou, wij met De Graaf van Cornelissen Entertainment willen we in een lijn van grote titels die we brengen. Van Gorbachev's Line hebben we gedaan, Marvel Lady, Evita, volgend jaar Kinky Boots. Dit soort titels brengen. En er zijn niet zoveel musicals die zo'n reputatie hebben in Nederland, zo bekend zijn. Waar gebeurt en een indringend verhaal. Dus we waren heel blij dat we die rechten konden verkrijgen. Ja. Dat is ook nog een dingetje. Tuurlijk, ja. Meneer Beertema, is dit iets waar u in geïnteresseerd bent? Ja, absoluut. Ik vond de film geweldig. Maar die musical, dat lijkt me geweldig. Het is een geweldige avond uit natuurlijk. Maar het verhaal zelf is natuurlijk ook zo dramatisch en zo prachtig. En het is wel waar dat dat scheepsorkest op het laatst, tot het laatste moment gespeeld heeft, nader tot u, mijn heren. Ja. Dat vind ik ook zo'n detail. Ja. Ja, dat... Zit dat erin? Ja. Krijgen we dat? Ja, dat zit erin. Ja. Geweldig. Ja. En, dan ga ik zeker. Je zei net al eventjes, René van Cooten die zit erin. Wat voor rol gaat hij krijgen? René van Cooten gaat de rol spelen van Andrews. Dat is de architect, de ontwerper van het schip, die eigenlijk in een heel groot dilemma komt. In een soort gewetensnood. Want hij heeft het schip ontworpen. Maar hij staat onder druk van een reeder die heel ambitieus is en die records wil breken in snelheid. Dus dat is een geweldige rol voor René met een prachtige solo. Dus daar ben ik heel blij mee. Beloofd wat te worden, dat allemaal volgend jaar.